Massive Music is een Nederlands productiebedrijf dat muziek maakt bij commercials voor de grote merken der aarde. Adidas, Coca-Cola, PlayStation, Rexona, u noemt het. Het gaat zo goed dat het bedrijf binnenkort een tweede vestiging in Amerika opent. In Los Angeles, de eerste vestiging is in New York, Union Square. En Hans Brouwer is oprichter en algemeen directeur. Welkom. Claim to fame van jullie bedrijf, uiteraard begonnen in Nederland, maar internationaal was Gatorade, het sportdrankje. Ja. Die hadden een pitch uitgeschreven in 2003. Ja. En daar heb jij aan meegedaan. En ik geloof 5 of 6 Amerikaanse collega's die ook graag die commercial muziek wilden maken. Ja, klopt. Jij hebt gewonnen dankzij James Brown. James Brown had het bureau al gekozen. Maar wij, dus die 5 bedrijven en wij, als kleine broertje, als soort joker werden wij ingezet. Want wij hadden nog nooit eigenlijk iets substantieels in Amerika gedaan. Moesten dus van die track van James Brown, Sex Machine, Get Up heet het officieel, een remix maken. En die pitch die wonnen wij, dat wedstrijdje zeg maar. En waarom won je dat wedstrijdje? Wat heb je gedaan met dat nummer? We hebben het geremixed en ze kozen 2 tracks uit de 17 die waren geleverd. En die waren allebei van ons, dus dat ging heel goed. En hoe heb je het geremixed? Kan je dat uitleggen dat iedereen thuis het ook begrijpt? Je hebt de originele opname en die gooi je zeg maar in de molen. En dan maak je zeg maar een hedendaagse versie van. Maar wat dus voeg je dan, dingen aan toe. Wat kunnen jullie dat anderen dan niet kunnen? Maar iedereen. Ja. Nee, maar hebben jullie meer gevoel voor muziek of eigenlijk? Dat weet je nooit. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk zeg maar voor een Amerikaanse opdrachtgever wel een ander bedrijf. Wij hebben Europese inslag en dat is toch anders. We hebben hier andere muziekcultuur. We hebben hier Maar we gaan nu even kijken naar uiteraard die Gatorade clip met James Brown eronder. Dan hoor je het heel kaal. Je hoort soms alleen zijn stem of alleen het. Je hebt het helemaal uit elkaar gevlocht als het ware. Ja, maar in eerste instantie in die pitch moesten we gewoon een remix maken van het origineel. Gewoon van de 2 sporen. Later, toen we die pitch hadden gewonnen, bleken er dus losse sporen te zijn. Die voor het eerst weer op de bandrecorder werden gelegd en die wij 1 voor 1 konden downloaden uit van een of andere server in Los Angeles. Gratis? Want natuurlijk. Want wij hadden de opdracht gekregen. Niet te geloven. We gaan nu even kijken naar Gatorade en Get Up. Sex Machine. Ziet er goed uit, Rul. Het ziet er heel goed uit. Wanneer wist je dat het goed was? Hoe lang duurde dat? Was je hier nou heel lang mee bezig of zei je gewoon, dit is gewoon goed, klaar? Nou, vooropgesteld, wij zijn een bedrijf. We zijn een heleboel mensen bij elkaar. En ik ben slechts de baas. Ja, dus jij bepaalt het. Maar ik wil niet doen alsof ik in de studio heb gezeten. Maar we hebben het samen gedaan. En dat wisten we. Toen we leverden hadden we wel al een goed idee. Ik bedoel, hadden we wel een idee dat we een goede kans maken. Maar ben je dan, heet het, hoe lang ben je nou aan het pielen hiermee? Dit is een paar dagen. Maar is er dan een moment dat je zegt, nu niks meer aan doen? Want dat is natuurlijk het probleem met dit soort dingen lijkt me. Ja. Je kan blijven doorgaan. Maar je moet natuurlijk wel respect hebben voor het origineel. En je moet er alleen maar de juiste dingen aan toevoegen en zorgen dat daarmee gewoon iets eigens, iets van nu wordt. De Gouden Lucky werd gewonnen. Ja. Onlangs. Voor een reclame van Centraal Beheer. Die hebben jullie niet gemaakt. Maar dat rare melodietje wat eronder zit. De man staat in de raamopening wachtend op de sprong die hij moet maken. Ja. Net de acupunctuurbehandeling gehad. Ja. Is van jullie. Ja. Eerst even luisteren. More boy. Ja, om dat melodietje gaat het dus, hè? Op het laatste hoor, wat is dat? Dat is Feeling Hot, Hot, Hot. Ja? Dus we hebben eerst een heleboel nummers gezocht die leuk zouden zijn bij het verhaal. Daar kwamen 3 tracks kwamen daar uiteindelijk op de shortlist. Daar hebben we allemaal Chinese versies van gemaakt, want het leek de creatie gewoon leuk, het bureau. Leek het leuk om zeg maar, er een soort slechte Aziatische versie van te maken. Wat je daar vaak vindt, weet je wel. Dan heb je altijd van die Europese of Amerikaanse nummers die dan in een Chinese uitvoering werden gemaakt.
Dus we hebben een zangeres gevonden in een Chinees restaurant. Want het mocht vooral niet al te goed zijn. Gewoon hier in Amsterdam? Ja, in Amsterdam. En dan zei je gewoon heel slecht dit nummer zingen. Ja, nou, het moest gewoon vooral niet te goed. Dus dat was eigenlijk ons mazzel in dit geval. En ja, we hebben het met veel knip en plakken hebben we het net goed genoeg gekregen. Ze heeft hem ook nog vertaald en ingezongen. En het moet eigenlijk een streep onder een grap zijn in feite, de muziek. Dus je kan proberen de spot uit te leggen. En iets te doen wat iedereen verwacht. Maar het leukste is natuurlijk om de spot iets leuker te maken door de muziek. Als je het herkent of toch niet, is het nou die track. Oh ja. En nu sta je in de top 40, hè? Ja, maar niet met deze. Nee, niet met deze. Met iets wat jullie gedaan hebben voor Holland Casino. Ja, klopt. Eerst maar even kijken naar de commercial, die erg grappig is. En dan horen we een soort deuntje, een soort house deuntje. En dat is nu een hit, begrijp ik. Ja. Nou ja, eerst maar luisteren. Tot jij. De deuntje is een hit. Ja, de deuntje is een hit. Speltip 9. Weet wanneer je moet stoppen. Ja, tot zo. Wat is nou het hitje eigenlijk? Is het dat raar melodietje? Dat fluitje. En dat gaat gewoon helemaal door of zoiets? Ja. En wie heeft het dan gemaakt? Hebben jullie dat tot een singeltje gemaakt? Ja. En inmiddels is dat DJ Tilo Hansen. DJ Tilo Hansen. Wie is dat dan? DJ Tilo Hansen. Die staat vol. Nou, dat is inmiddels dus een act. En is dat volgende week zaterdag in Verraai voor zijn eerste optreden. Maar heeft alleen dat deuntje. Nou, dat is evident. Ja, in feite wel. Nee, wij hebben de muziek gemaakt. En ja, we hebben een lange versie gemaakt omdat het gewoon aansloeg. Mensen gaan mailen en bellen en die willen dat gewoon hebben. Dus dan, wij hebben natuurlijk niet meer dan 30 seconden. Nee. Dus op een gegeven moment maken we 3,5 minuut. En je stuurt toch wat land in, DJ Tilo? Nou ja, en dat gaat vanzelf rollen. En op een gegeven moment wordt het een hit. Vandaag van 39 naar 29 gegaan in de top 40. Je vindt het zelf ook verbijsterend, hè? Ik vind het ook fantastisch. Tot slot, jullie maken ook sound design voor bijvoorbeeld Nederland 1. We zien altijd die borden zo waaien door het land. Hè? En daar hoort dan geloof ik... Sound design? Ja, dat dacht ik. Zeg het iets geks? Maar wat is dat? Nee, wat is sound design? Ja, praat even. Sound design? Sound design is... Assistent van meneer. Is zeg maar muziek maken met geluiden. Heel simpel. Muziek maken met geluiden. Dus er zit niet echt harmonie of melodie in. Nee, dus ik begrijp het helemaal niet. Nee, muziek maken met geluiden. Dat is helemaal goed. Je maakt niet gebruik van harmonie of melodie, maar gewoon van geluiden. Probeer die borden weer voor te stellen en dan hoor je dit. Ik ben benieuwd of het gaat. Ja, dan stop. Ja, sorry, dat is nu een Babylonische spraakverwarring ontstaan. Hans, maar dat maakt ook niet uit, want wij doen Nederland 3 en niet Nederland 1. Ik wil dat nu nog begrijpen. Of moet hij al weg? Ja, jij bent dan afsluiten. Jij bent dan met je afsluitkaartje bezig. Dit programma heeft een format. En dat voorziet een bepaalde... Nu hierna komt bijvoorbeeld de wereld aan de televisie. Dus nu zullen de mensen nooit weten wat muziek met geluiden is. Oké, wat je net hoorde was muziek. 1 minuut. Raoul, ga door. Wat je net hoorde was muziek. Wat je bij Nederland 3 hoort, want dat hebben wij gedaan, is sound design. Dus dat zijn een heleboel geluiden. Allemaal woesjes en losse geluiden. Ja. Ja, gaan we nu naar luisteren. Nederland. Dus geen tracks, tot maar slot. Wel geluiden. Sound design. Zo. Hey, is dit sound design? Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel.